In Amsterdam dus AFC tegen VVSB. De ploeg die het zo verrassend goed doet de laatste weken. En VVSB is in het blauwe tenue ook hier in de aanval. Tafila, dan wordt zijn inzet gekeerd, maar in de rebound is daar de 0-1. Het doelpunt van Frans van Niel. En weer dus gaat het goed met de ploeg uit Noordwijkerhout. In eerste instantie nog de redding, maar dan van Niel met de openingstreffer voor VVSB. En dat gebeurt allemaal kort voor rust. Teleurstelling dus voor VVSB-trainer Stanley Menzo. Ook in de tweede helft is VVSB de betere ploeg. En dat leidt tot mooie aanvallen. Hier laat de scheidsrechter doorspelen. Thomas Tavila dan in tweede instantie voorbij. AFC-doelman El Abdaloui. En dan is het 0-2. Krijgt die bal wat gelukkig mee. Maar wat maakt het uit? 2-0 de voorsprong. En dat is een ongekende luxe. Teleurstelling bij de ploeg van Jack van Gelder. AFC zet dan wel aan in de slotfase. En dat leidt ook nog tot een doelpunt hier. Niet helemaal lekker gekiept. Pepijn Veerman scoort en bepaalt daarmee de eindstand van AFC tegen VVSB op 1-2. VVSB nu op 3 punten van koploper Liende. Die ploeg liet namelijk punten liggen. En eerst volgende wedstrijd op de Boekhorst op 22 februari. VVSB tegen koploper FC Liende. Wat een kraker wordt dat.